Dag leerlingen, in deze film wil ik jullie graag uitleggen hoe je een spanningsmeter moet aansluiten. Maar het allerbelangrijkste, hoe lees je de spanningsmeter af? Ik heb een spanningsbron en ik heb hier een lampje. Ik ga rustig aan, eens even kijken of het lampje het wel doet. Ik sluit het rustig even aan. Ik heb het lampje nu aangesloten. En op het moment dat je de spanningsbron wil gaan gebruiken, dan vind ik het verstandig dat je deze grote regelknop die hier voorin zit, dat je die even helemaal naar links draait, draai hem helemaal uit. Ik doe de knop nu aan van de spanningskast. In dit indicatieschermpje kun je al een beetje zien hoeveel spanning je erop zet. Nou, er staat gewoon bovenin 5 of 10. Nou. Laat ik voor degene gewoon eens even 5 volt opzetten. Oké, ik heb er nu 5 volt op staan. En nou, dit lampje dat gaat branden ideaal bij 6, dus bij 5 dan schijnt hij hartstikke mooi. Nu zul je zeggen, hier kun je de spanning al aflezen, want daar staat 5 volt op. Oké, maar die is niet helemaal nauwkeurig. Wij gebruiken in de les, gaan wij deze meters gaan we gebruiken. We werken met gelijkspanning, dus deze knop die moet op de is-tekentje staan. We kunnen zien aan de hoofdletter V dat het gaat om volt. Staat ook hier duidelijk neer. Voltmeter, daar kunnen we de spanning mee meten. Ik zet hem er hier even rustig naast. Als je nu de spanning wilt gaan meten over dat lampje, dan pak je 2 draden. De 2 draden, die sluit je aan de meter. Bij een spanningsmeter moet je parallel eroverheen zetten. Dus je kunt meteen de zwarte in de 0 doen. Die blijft er altijd in zitten. De rode, ja, die zetten we altijd voor de voorzichtigheid in de hoogste. In de 30. Nou, waarom is dat? Nou, als je niet weet hoe groot de spanning is die over het lampje heen staat, dan zou de meter worden overbelast en dan gaat de meter snel stuk. We weten bij dit proefje, weten we eigenlijk wel zeker dat het ongeveer 5 volt moet zijn. En er staan ook getalletjes hierbij. Er staat hier getalletje 3, getalletje 15 en getalletje 30. Dat geeft aan in welk gebied hij meet. Nou, tussen 0 en 30 is hartstikke veilig, maar ik zou ook al de meter op 15 willen zetten, want dat kan die ook prima aan. 5 volt past prima daartussen. Als je kijkt naar die 3 volt, 5 volt is meer, dan wordt die overbelast, dat is niet goed. Dus die stand kunnen we niet gaan gebruiken, want dan gaat de wijzer helemaal eroverheen en dan gaat die stuk op een gegeven moment. Nou, de spanningsmeter parallel over het lampje aansluiten, dat doen we op deze manier. En je kunt nu ook zien dat je de meter kunt aflezen. In het tweede deel van dit filmpje, dat is het filmpje hierop volgend, zal ik de spanning een aantal keren instellen, met ook de snoertjes erbij. En dan moet je de spanning nauwkeurig aflezen van het scherm. Ik zal dan alleen de meter laten zien. Laten we eens kijken hoe dat gaat.